Vind je wel lekker, Sjoel? Ik voel me net zo'n schommelende hormoon. Deze vlog gaat over vergeetachtigheid in de overgang. We vergeten allemaal wel eens wat, maar Sjoel, vergeet jij veel? Wel eens. Ik vergeet aan de lopende band allerlei dingen. Ja? Sleutels of je portemonnee zit in een andere jas of tas. Oh ja. Smartphone in de auto in die klem laten zitten. Handig. Ja. Heb je wel eens een afspraak? Heb je dat wel eens? Ja, ook heel vaak. Dan weet ik 's morgens precies wat voor afspraak ik heb. Want eind van de middag ben ik gewoon kwijt. Dan was ik laatst een fysio-afspraak vergeten. Oh, wat erg. Ja, en jij? Nou, als ik me nu vergelijk met jou, valt het nu wel mee, gelukkig. Ja. Maar vroeger toen ik zo hard werkte en met mijn gezondheid zat, dan was ik best wel eens moe. En dan vergat ik veel meer. Toch wel hoor. Okay. En waarschijnlijk was dat ook wel de premenopauze. En daar vergat ik gewoon heel veel. Ja. De schommelende hormoonspiegel in de overgang, die zorgt voor een algeheel warrig gevoel. Daardoor is je geheugen een zeef en loop je de hele dag achter feiten aan. Ja, zoiets. Ja. Als een zeef, gewoon gaatjes in je hersenen. Gaatjes in mijn hersenen. En of dat nou ligt, de vergetenachtigheid of concentratieverlies, hoe je het ook noemt, komt op hetzelfde neer. En weet je, het is nu eenmaal niet zo simpel in de overgang om van alles te onthouden. Vind je wel lekker, Sjoel? Ik voel me net zo'n schommelende hormoon. Wat doe jij eraan trouwens, tegen die vergeetachtigheid? Nou, ontkennen. Ja, ligt natuurlijk niet aan mij. Oh, je bent er zo een. Lekker dan. Nee, ik probeer er een beetje relaxed mee om te gaan en me niet te druk te maken als ik iets vergeet. Ja. En jij? Nou, vooral veel met aandacht doen. Dus de dingen bewust, hè. Dus kijken, zien, voelen. Even, waar één ik de sleutels in stop. Ja, één ding tegelijk. Stap voor stap. Ja. En vooral als ik moe ben, niet in die automatische piloot, maar juist bewust alles doen. En wat kun je nou nog meer doen om minder vergeetachtig te worden? Nou, in ieder geval goed slapen. En als je 's nachts niet goed slaapt, overdag lekker een tukje doen of in de hangmat. Heerlijk. Ja, bewegen. Overdag veel bewegen. Goed voor je hersenfunctie. Precies. Puzzelen. Sudoku'tje doen. Dat doet je man, toch? Ja, ik ben niet zo'n puzzelaar. En jij? Nee, ik ook niet. Nee. Reizen, want daar doe je heel veel nieuwe indrukken op. Dus dan kun je nog eens een tripje maken. Zeker. Vitamintjes. C, B12, zink, magnesium, ginkgo biloba. Wat? Ginkgo biloba. Dat is een kruid. Als je het inneemt, gaat bloed sneller naar de hersenen. Heel handig. Goed. Ja. En ik heb goed nieuws, want na de menopauze, als je hormonen wat meer in balans komen, wordt alles beter. Ah, na je 50ste wordt alles toch beter? Ja, nou.